Het is zo dat de America's Cup wordt gevaren. Daarvoor afgaand zijn er vijf andere evenementen. Er zijn drie World Cup Series, ergens in de wereld. Er is een Christmas Cup in Auckland. En dan uiteindelijk de challenges die tegen elkaar varen, waarna pas de echte America's Cup wordt gevaren. De World Cup Series is iets wat wij in onze aanmelding hebben gezet. We willen heel graag meedoen met de America's Cup, maar doe dan ook een World Cup Serie in Scheveningen. Er is geen nee opgekomen, dus we gaan het doen. Ik heb een aantal cijfers tevoorschijn gehaald van de vorige America's Cup. Die zijn hartstikke geheim, dus ik vertel ze hier. Tijdens de New York World Cup Series waren er 200.000 mensen op het evenement. In Chicago 195.000 bezoekers, Toulon 190.000 bezoekers. En in Portsmouth, die foto die jullie net zagen, 133.000 bezoekers. Dus dat is nogal een potentie die we hier naartoe kunnen halen. En het mooie is dat je met een sportevenement, innovatie, bedrijfsleven, onderzoek allemaal op één punt kan laten floreren, kan laten zien en samen kan brengen. En dat is iets waar wij ons heel erg gaan. Waar we heel enthousiast over zijn. Maar dat dit een heel mooi potentieel onderdeel is van onze deelname mag blijken.